Welkom bij de serie Een anarchistisch ABC. In deze serie doen we een poging om verschillende concepten vanuit een anarchistisch perspectief te benaderen. Deze woorden leven echter in een complex van betekenissen, invalshoeken en analyses. Wat beschreven wordt in deze teksten omvat daar dan ook maar een selectie uit. Deze teksten dienen vooral als een introductie tot complexe onderwerpen. Waar nodig worden meerdere teksten, eventueel door verschillende auteurs, geschreven en opgenomen. De tekst die hier volgt gaat over distro's. En is geschreven door Elvie. Introductie. Voordat we een wereld zonder onderdrukking kunnen bewerkstelligen, zullen we mensen ervan moeten overtuigen dat die wereld de beste optie is. Hier zijn verschillende methoden voor, zoals bijvoorbeeld het geschreven wordt. Van oudsher schrijven veel anarchisten al hun ideeën op. Dit krijgt vorm in complexe filosofische boekwerken, korte pamfletten, manifesten, graffiti, posters, muziek enzovoorts. Omdat andere overtuigen meestal het hoofddoel is, zijn ontzettend veel van deze teksten vrij makkelijk te verkrijgen. Veel anarchistische groepen hebben vaak ook een distro, waar je aan anarchistisch materiaal kan komen. Distro's vormen ook een hoeksteen van de sociale dimensie van het moderne anarchisme. Wat is een distro? Een distro kan allerlei vormen aannemen. Het kan een bak met ziens zijn. Zien is kort voor magazine. Kleine boekjes met tekst en of plaatjes die goedkoop thuis te maken zijn. Een distro kan ook een koffer zijn waarvan alles in zit om een tafel met materiaal te bedekken. Er zijn geen regels over wat wel en niet in een distro hoort. Stickers, posters, ziens en boeken zijn vaste kost bij veel distros. Maar een zakje biologische bonen en een schepje tuinader passen bijvoorbeeld ook perfect op een distro. Meestal is het een mix van materiaal wat gratis wordt aangeboden, al wordt er vaak wel een donatie gevraagd. Ook zijn er regelmatig boeken te vinden die over het algemeen voor een kostprijs worden doorverkocht. De diversiteit van de beweging zorgt ervoor dat elke niche wel gevuld wordt. Een groep die bijvoorbeeld meer met dierenrechten bezig is, zal ook veganistisch materiaal in hun distro opnemen. Bij een andere groep, die meer bezig is met arbeidsstrijd, zullen we waarschijnlijk ziens vinden over vakbondsorganisatie en stakingen. Het is dan ook niet moeilijk om bijvoorbeeld een boekenbeurs te vullen met 20 distro's, die ieder iets unieks toevoegen. Met behulp van een distro kan de organisatie van een protest er ook erg makkelijk voor zorgen dat er gepast politiek materiaal aanwezig is. De organisatie kan er zelf een hebben of een of meerdere groepen uitnodigen waarvan ze weten dat deze met soortgelijke onderwerpen bezig zijn. Het is meestal geen doel voor distro's om winstgevend te zijn, hooguit kostendekkend. Het is vrij normaal om op anarchistische evenementen wat distro's te zien. Ik heb zowel feesten gezien met een distro erbij, als grote evenementen met een hele zaal gevuld door distro's. Zeker bij dit soort grotere evenementen zullen veel bezoekers een rondje doen om te kijken welke nieuwe stickers en ziens er zijn. Voor mensen die relatief nieuw in de beweging zijn, kan het een prettige manier zijn om met mensen in gesprek te komen. Voor mensen die al wat langer rondlopen, is het een manier om contacten te versterken en te horen waar mensen allemaal mee bezig zijn. Aan de slag! Zelf een distro maken is relatief eenvoudig. Met het internet, een printer en een langarm niet-machine kun je snel je eerste zien printen. Veel bestaand materiaal is online te verkrijgen, maar je kunt ook zelf aan de slag. Bij het maken van eigen materiaal is de creativiteit de enige grens. Jij bepaalt wat je anderen wil laten weten en jij bepaalt ook hoe je dat doet. Net zoals dat er voor elke niche een distro is te vinden, is er ook voor elke stijl wel een niche te vinden. Uiteindelijk is het belangrijkste dat de distro relatief draagbaar is, makkelijk mee te nemen en dat materiaal bevat wat jij belangrijk vindt. Het is ook leuk om een distro samen te stellen, zeker als je het met een groepje mensen doet waar je affiniteit mee hebt. Pak dus je typemachine, verfkwast of laptop erbij en ga aan de slag. Houd jij van linkse stickers? Wil je ook met een mooie vlag naar een demonstratie? Ga dan naar webshop.vrijbond.org voor je propagandamateriaal. Je vindt er stickers, flyers, boeken en vlaggen. Stickers en flyers worden verkocht op donatiebasis. Voor de rest wordt de minimumprijs gehanteerd om de productiekosten te dekken, maar je kan zelf kiezen of je meer wilt betalen om de Vrije Bond te steunen. webshop.vrijebond.org